Afgelopen november verscheen alweer de derde editie van het jaarboek Corporate Governance. In dit jaarboek staan 13 hoofdstukken van verschillende auteurs over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van Corporate Governance. Een van de hoofdstukken is geschreven door Marcel Smits. Marcel Smits is momenteel CFO bij Cargill en voorheen bekleedde hij deze functie bij KPN, Vendix en Sara Lee. In zijn uitermate boeiende en persoonlijke hoofdstuk in het jaarboek vraagt Smits zich af waarom het af en toe zo vreselijk fout gaat bij bedrijven en instellingen en geeft hij aanbevelingen voor bestuurders en commissaris om dit te voorkomen. Graag praat ik vandaag met hem door over zijn hoofdstuk, maar ook over zijn visie over het veranderende governance-landschap en de verschillen tussen Amerika en Nederland. Meneer Smits, om met het hoofdstuk te beginnen. Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak dat het af en toe zo ontzettend fout gaat? Nou ja, kijk, als je naar een heel rijtje van casuïstiek kijkt. In Amerika is het natuurlijk heel bekend Enron, maar ook WorldCom. Nou, in Nederland hebben we dan onlangs Amarantis voorbij zien komen, Vestia. En iedereen is natuurlijk bekend met de boeken van Jeroen Smit over Ahold en ABN AMRO. Dan zie je dat de rode draad in al die verhalen toch vaak gedrag van bestuurders is. Dus volgens mij gaat het vaak fout met gedrag. Ik geloof zelf heel erg in het devies: succes is goed voor je ego, maar slecht voor je karakter. En volgens mij is de rode draad dat mensen in die valkuil vallen. Dus ze hebben heel veel succes en gaan zich dan na een tijdje denken, nou ja, mijn inschattingsvermogen is dus kennelijk beter dan andere mensen en dan gelden volgens mij ook andere regels voor mij. En dat is de bron van veel ellende. Nu geeft u in uw hoofdstuk ook een aantal aanbevelingen aan bestuurders en commissarissen om kleerscheuren te voorkomen. Wat is daarin voor u het allerbelangrijkst? Nou ja, volgens mij gaat het over twee dingen. Ten eerste moet je heel goed rekenschap geven over welke vraag zitten wij hier als commissarissen nou te beantwoorden. En dan ten tweede, hoe gaan we hem beantwoorden? Nou, laten we beginnen met die eerste vraag. Welke vraag zitten we hier te beantwoorden? Dat is niet de vraag, is het voorstel van het bestuur om de concurrent over te nemen, is dat een heel goed voorstel of is dat niet een goed voorstel? Nee, de hoofdvraag is dit een goed bestuur? En een goed bestuur is volgens mij gedefinieerd als een bestuur wat een coherente visie heeft op de toekomst. Dat die visie ook draagvlak heeft binnen de organisatie en buiten de organisatie. Dat er heel eendrachtig wordt samengewerkt aan de implementatie van die visie en dat je daar stapjes van kunt zien. Dus goed bestuur, goed samenwerken, duidelijke visie, draagvlak. Nou, dat is de hoofdvraag die je moet stellen. Zit er een goed bestuur? En als er een goed bestuur zit, hoef je niet al die beslissingen die dat bestuur voorstelt, die hoef je dan niet allemaal nog eens een keertje over te doen. Want dan heb je namelijk die basisvraag van het goede bestuur heb je dan beantwoord. Nou, dan de tweede vraag, hoe moet je dat nou beoordelen? Nou, als je je af wil vragen, zit hier een goed bestuur? Dan ligt het niet erg voor de hand dat je voor de beantwoording van die vraag afgaat voor 90% op informatie die je van het bestuur zelf krijgt. Tel even de pagina's die je leest. En dat je voor 90% afgaat op de informatie die je in de vergaderingen met datzelfde bestuur krijgt. Dus volgens mij moet je proberen om 50% van je informatie helemaal zelfstandig op te gaan halen in de onderneming. En dan 50% van de informatie kun je dan prima van het bestuur ophalen. Maar je moet dus zorgen dat je zelfstandig informatie gaat ophalen om die vraag of er zit hier nou een goed bestuur, om die te beantwoorden. U loopt al enige tijd mee in de top van het Nederlandse en het Amerikaanse bedrijfsleven en heeft dus van dichtbij meegemaakt wat er veranderd is op het gebied van governance en in de wet en regelgeving. Kunt u aangeven wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het Amerikaanse en het Nederlandse systeem op het gebied van corporate governance? Ja, er zijn wel verschillen. We hebben natuurlijk heel verschillende antwoorden op de beursschandalen gehad. Dus in Nederland is dat de code tabakswet geweest en in Amerika is de Sarbanes-Oxley wetgeving. En die benadrukken eigenlijk verschillende dingen. De code tabakswet in Nederland is heel succesvol geweest, want er staan allemaal dingen in die 10 jaar geleden heel controversieel waren en dat vinden we nu allemaal heel normaal. Ik kan me nog herinneren dat ik bij een onderneming CFO was, waarvan de voorzitter van de raad van bestuur zei, gaan we een auditcommittee beginnen? Hebben we dat echt nodig? Nou, dat zou heden ten dagen helemaal niet meer voorkomen. Dat staat namelijk in de code tabakswet, vindt iedereen heel normaal. En het feit dat het allemaal normaal gevonden wordt, is een goede indicatie voor het feit dat de tabakswetcode heel succesvol is geweest. In Amerika heb je Sarbanes-Oxley. Dat is aan de ene kant heel formeel gericht op het voorkomen van onopzettelijke fouten in de verslaggeving. En daarnaast, dat is heel interessant, de Sarbanes-Oxley-wetgeving probeert iets te doen aan de codificering van goed bestuur. En dat begint dan met het proberen, of het doel is eigenlijk anders, laten we proberen om nou te zorgen dat mensen die opzettelijke fouten willen maken, dat die minder ruimte krijgen.
En dat praat dan over toon at the top en alle maatregelen die je kunt nemen om te zorgen dat mensen die opzettelijk fouten willen maken in de verslaggeving, dat die minder ruimte in het bedrijf krijgen. Wat in Amerika wel echt anders is, is dat het woord van de toezichthouder is wet. En in Nederland komt het dan nog wel eens voor dat als er in de bestuurskamer gezegd wordt, ja, dat mag niet van de AFM, dan ontstaat er een hele discussie over ja, waarom dan niet en is dat nou wel zo? En in Amerika is het simpel, als de hoofd van de juridische afdeling zegt dat mag niet van de SEC, dan is de discussie daarmee ook klaar. Want ja, de maatregelen die daar genomen worden zijn zo draconisch, dat, daar is dan verder ook helemaal geen discussie meer over. Dus dat is anders. Ik vind dat als CFO vind ik dat wel prettig. Je een heel duidelijk kader hebt waarin ook iedereen zich heeft te houden. En ik heb zelf ervaring met het implementeren van Sarbanes-Oxley. En daar hebben we een keer wat interessants gedaan. Daar hebben we voor alle administratieve assistentes uitgelegd wat Sarbanes-Oxley was. En een van die mensen had dat gevraagd. Leg nou eens uit, want ik zie het allemaal voorbij komen in de e-mail. En toen hebben we een sessie gehouden en toen heb ik later bedacht, dat was een ongelooflijk belangrijke sessie, want dat betekent dat er hier in dit bedrijf niet één manager meer is die tegen Marietje kan zeggen, Marietje, dit is een envelop en er zitten wat papieren in, maar leg die mee in een laadje en dat gaat dus heel belangrijk, maar dan hoef je verder niks te weten. Want die manager die weet namelijk dat Marietje is op cursus geweest, die is op Sarbanes-Oxley cursus geweest en die weet dus dat er misschien iets in die envelop zit wat voor de voorzitter van het audit committee van belang kan zijn. Maar dat weet ze toch ook wel zonder die cursus? Nee, dat weet ze niet. Nee, dat weet ze niet. Dus je kunt volgens mij met die gedragscodes, als je ze op een goede manier implementeert, dan gaan ze niet over het veranderen van de ene procent van de mensen die niet deugen. Zoals je net al zei, mensen deugen of ze deugen niet. Nee, het gaat over het mobiliseren van de 99% van de mensen die graag de goede dingen willen doen. Die eerlijk willen zijn, die op een eerlijke manier zaken willen doen, die klanten goed willen bedienen en die daar op een eerlijke manier verslag over willen doen. En het verschil, zeg maar, of de verhouding tussen het belang van de shareholder versus het belang van de stakeholder. Kunt u daar iets over zeggen vanuit de Amerikaanse perspectief? In Amerika zijn aandeelhouders hebben meer te zeggen. En ook de raden, de non-executives, zijn wettelijk gehouden om zich meer op dat aandeelhoudersbelang te richten. Dus op het moment dat er iets fout gaat in de waardecreatie en dan moet een structureringsoplossing uitkomen, dan wordt die in Amerika over het algemeen sneller afgedwongen dan in Nederland. En daar wordt heel vaak van gezegd, oh, dat is vreselijk. En ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Want volgens mij is het toch zo dat heel vaak, als er een structureel probleem in het bedrijf zit, en dat is niet goed voor de aandeelhouders, dan is dat vaak ook helemaal niet goed voor het bedrijf zelf. En dan kun je daar maar beter zo snel mogelijk wat aan doen. Nou, ik heb zelf bij een bedrijf gewerkt, bij Sara Lee. Daar hadden we op een gegeven moment een samenvoeging van een Amerikaans vleesbedrijf en een Europees koffiebedrijf. Die twee dingen hoorden niet echt bij elkaar. En in Amerika wordt dat dan vrij snel kordaat aangepakt. En nou, laten we dat dan oplossen. En we hebben serieus geprobeerd om twee goed betere bedrijven te creëren. En volgens mij heeft dat ook tot het aandeelhouders. Nou, dat heeft evident tot waardecreatie geleid. Maar de oorsprong is, we moeten proberen om twee goed gefocuste bedrijven te creëren. Dus die druk vanuit de aandeelhouder, die vertaalt zich wat sneller in Amerika door naar actie. En we zijn daar in Nederland dan altijd heel beschroomd over. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo dat dat per se tot de verkeerde uitkomst voor de bedrijven en de stakeholders die daarin zitten moet leiden.